Goedemiddag, we zijn op dit moment in de Kouterstraat. In de Kouterstraat en in de Zeisstraat. Daar gaan dadelijk teamleden van het intensief beheer team Vreewijk, die actief is in de landbouwbuurt, gaan wij met diverse partners, waaronder de woningcorporatie Havensteden, met Humanitas, met stedelijk jongerenwerk, met het gebied en met de politie en stadsbeheer gaan wij bewoners bevragen wat zij van hun wijk vinden, hoe zij hun achterpaden gebruiken en hoe zij dat gebruik ervaren. En we willen graag dus in contact komen met de bewoners om van hen te horen waar zij behoefte aan hebben. En of er inderdaad voldoende aandacht voor hun is, niet alleen in de buitenruimte, of waar het gaat om de overlast die zij misschien ervaren, maar ook over de woningen. Zodat ze de vragen kunnen stellen aan de wooncorporatie. Kortom, we zijn hier met het complete team, zijn wij de bewoners dus aan de deur, aan het bevragen van wat zij van hun woon- en leefomgeving vinden.